Ik ben Corrie Lohman, ik ben mantelzorger sinds 2018 voor mijn man en ik ben moeder van twee kinderen en samen wonen wij in Wagenberg. Mijn uitdagingen zijn vooral het vervullen van verschillende taken en rollen binnen het mantelzorg zijn. En ik merk dat ik een enorme strijd moet leveren tegen instanties. En de regels die keer op keer veranderen, maken het voor mij heel moeilijk om mezelf te kunnen blijven zijn. Wat ik zelf doe om mee te kunnen doen is 1 dag in de week blijven werken. Ik werk in de kinderopvang en dat is mijn redding geweest binnen heel het mantelzorgen. Ik ga ook veel gesprekken aan met mensen die naar me willen luisteren en me kunnen helpen. En ik heb een stichting opgericht om mensen met dezelfde beperking als mijn man te kunnen helpen en te ondersteunen. De stichting die ik opgericht heb heet Stichting Puur NAH en hierbij begeleiden wij mensen met een NAH, met een vorm van NAH. Anderen kunnen mij helpen door mij de hulp te bieden die ze echt zouden willen bieden. Zoals een vriendin die kookt nog om de week voor ons en dat is gewoon heel fijn. Ook helpt het als mijn omgeving me af en toe vraagt hoe het echt met me gaat en zonder oordeel ook dan naar mij luisteren.